Dit is N24actueel.nl. Where people little need us. Hier op de radio, Corneel van Es. Ja, daar zijn we weer. Bedankt Max voor jouw gezellige uitzendingen wederom. Morgen ben je er weer. Ja. Voor de laatste keer. Ja. Komt helemaal goed. Ik zag net dat we nog even gauw spieken. Nog 47 uur te gaan hebben. Corné, die oogjes van jou zijn wel een stukje kleiner geworden, zie ik. Ja, logisch hè. Vertel eens, hoe gaat het met de actie? Goed, naar verwachting goed. Een actie 144 uur radio maken voor het goede doel, voor de voedselbank. Dat is een actie die al een aantal jaren in vrucht is. Hè? Niet voor de voedselbank, maar wel voor de goede doelen. Ja, dit is het derde evenement wat wij organiseren. En het vorige evenement zijn voor Kika geweest. En deze keer is inderdaad de voedselbank aan de beurt. De voedselbank, waarom eigenlijk? Omdat de voedselbank is ook een heel belangrijk onderdeel van de Nederlandse bevolking. En elk goede doel is bekend. KWF, Kika en ga zo maar door. Ja, de voedselbank die wordt gewoon heel erg vergeten binnen dit kadertje. Dus wij vinden het ook belangrijk dat ook de mensen die de voedselbank nodig hebben geholpen worden. De blok van 2, Corné van Es, achter de knoppen. Heb jij nou een bepaalde plaat die je heel graag wil horen? Je kunt hier voor de studio staat een rood-wit-blauwe collectebus waar jij jouw donatie in kunt doen en natuurlijk een plaatje kunt aanvragen. Maar je kunt ook sms'en, voert, spatiebericht naar 3010 komt hier allemaal aan. Hoe is dat om bijna dag en nacht radio te maken? Het is een leuke ervaring sowieso. Het is weliswaar zwaar, maar het geeft ook weer de nodige motivatie. Die krijg je weer van de mensen die toch wel weer langskomen. En dat maakt het uiteindelijk wel leuk, buiten dat het zwaar is. Positieve reacties. En dat is, ik heb van toevallig maandagavond heb ik hier gedraaid. Er komen mensen langs en die komen dan even bot een kruintje brengen, dat soort dingen. Even een praatje maken. Ook door de week mensen komen hier bot een keer de parkeerplaats opgereden. En die kijken even, stoppen vaak en dan gaat het raampje open en dan wat zijn jullie aan het doen en dat soort dingen. Ja, sinds de media er aandacht aan besteedt sinds deze week, je gaat het echt als een trein lopen en merk je al echt veel reacties. Er komt het een en ander binnen, de mensen die voorbij lopen, mensen die gooien ook wel eens van de lege flessenbonnen wat geld erin. Het winkelwagenmuntje gaat er wel eens in, ga zo maar door. Bijna 5:30 hier in de studio van Food Radio aan de Marktveldpassage in Vught, waar we samen met u als luisteraar zoveel mogelijk geld in gaan zamelen voor de voedselbank Regio 's-Hertogenbosch. Dan zit u in een hele kleine ruimte hier. De temperaturen lopen flink op, denk ik, zeker nu het zo warm is. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Gelukkig hebben we iemand gevonden die ons een airco heeft bezorgd, zeg maar. Die mogen we lenen deze week. Dus het geeft wat verkoeling. Maar ja, je ziet het raampje staat hier open voor de donatie, zeg maar. Dus ja, de warmte die komt wel binnen. Maar we proberen buiten te houden. Maar ja, het is hier een cave met een plat dak erop, dus het is aardig warm, ja. Nou ben jij gast-dj. Jouw collega's Corné van Es en Leslie Lancé, die zijn hier bijna dag en nacht. Ja, voor jou is het een makkie dus. Voor mij is het een makkie, ja. Ja. Hoe kijk jij aan tegen die prestatie van die collega's van jou? Daar heb ik heel veel respect voor. Volgend jaar jij ook hierna slapen bijvoorbeeld? Ik denk dat ik er volgend jaar wel wat meer bij zal zijn, ja. Als je aanstaande zondag klaar bent om 12 uur of even over 12 uur dan. Hoe voel je je dan, denk je? Ik denk allereerst opgelucht. Van je hoeft je niet meer te zorgen te maken over wat er in de uitzending nog gebeurt. En toch ook wel heel moe uiteindelijk. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl